Dank jullie allemaal om te komen. Ik ben heel blij om jullie allemaal te zien. Jeroen, wat mogen de mensen verwachten van Dealer? Ik denk dat ze zich niet zullen vervelen. Dat het een film is die raakt. Die gaat over een onderwerp dat nu aan de hand is in verschillende grootsteden in België. Jonge jongetjes die drugs runnen voor oudere gasten. Of soms voor hun eigen familie. En voilà, er komt seks, drugs en rock'n'roll in. Ik zou zeggen, voilà, kom kijken. Het wordt natuurlijk wel op een manier verteld, nogal op een ruwe manier, een realistische manier, wel een rauwe manier, zoals het leven eigenlijk ook wel is. Maar in die end is het wel een verhaal dat zou kunnen vertellen dat het zo belangrijk is dat je als kind geboren wordt in een warme schoot, in een warm nest, met alle vrijheden, maar wel met een zeer gezonde opvoeding, met structuur, dat toch wel heel belangrijk is. Want als dat niet is, dan kom je vroeg of laat toch wel in de problemen. Zeker zien een hele. Ik vind dat heel fijn voor hem dat hij dat mag doen. Want zo de hele tijd getypecast worden is vervelend. Dus ik ben blij dat hij zich op deze manier mag bewijzen. En ook onze brother van de Cowboys, die dan nu eindelijk ook een vent mag spelen. Nice. Ik heb geprobeerd om niet alleen naar zo'n soort van Tony Montana-achtig figuur te zoeken in Scarface. Dat er ook iets kinderlijk in zit. In de zin van, moest hij op dat personage dan op zijn leeftijd tussen volwassen mensen zitten? Of zijn hij, zou dat een heel tristig figuur worden? En daar heb ik tussen zoeken van, ja, kan hij toch gevaarlijk zijn? En kun je er toch ook een beetje mee te doen hebben? Ik vind het altijd leuk om met jongeren te spelen, omdat je toch iets, een onbeschreven blad voor je krijgt. En mensen die nog geen ervaring hebben, of toch weinig. En die kunnen ons nog heel wat leren, ook ons ervaren acteurs. Ik vond het heel goed. Ik vond het een heel geslaagde en interessante film, die de vinger op de wonden legt bij toch wel de pijnlijke realiteit van heel wat mensen, vrees ik. Ik vond het camerawerk schitterend, het acteerwerk fantastisch. Ze hebben daar een jong gastje gevonden dat ongelooflijk goed speelt. Ben Segers, Bart Hollanders, ze zijn allemaal geweldig. Dus ik vond het echt een genot om naar te kijken.